2007, als ik me niet vergis, kwam Helsinki als gaststad toen van het Eurovisie Songfestival op het idee om de sleuteloverdracht, zoals je dat noemt, daar ook echt een sleutel van te maken en dat over te dragen aan de volgende gaststad. Dat is toen begonnen en daar hebben alle andere steden sindsdien hebben daar vervolg aan gegeven op een leuke manier. Ik denk dat heel veel mensen nog niet weten dat die sleutels hier te bezichtigen zijn. Ik hoop dat deze rapportage vandaag daaraan bijdraagt. Dus alle mensen die het leuk vinden om die sleutels zelf met eigen ogen te zien, zou ik zeggen, breng een bezoekje aan het stadhuis. Nou moet Rotterdam er dus over een jaar eentje aan toevoegen. En daar is een ontwerpwedstrijd voor uitgeschreven. Wat heeft u voor ogen? In Rotterdam hebben we heel veel creatieve Rotterdammers. En wij hebben hun gevraagd om met ideeën te komen voor een mooi ontwerp voor de sleutel. Ik heb me laten vertellen dat dat in 3D-print gaat worden. Dus ik kijk er heel erg naar uit. Heeft u al een beetje een idee hoe die er zou moeten uitzien? Kijk, die van Tel Aviv die heeft een soort skyline, hè? Als tanden van de sleutel. Ja, dat had Rotterdam ook mooi kunnen doen, maar dat is al gebeurd. Nou, ik weet het niet. Wij hebben natuurlijk nog, vind ik persoonlijk, mooiere skyline dan die van Tel Aviv. Hè? Dus wellicht is dat ook een heel mooi idee. We hebben ook natuurlijk prachtige architectuur sowieso in onze stad. Denk aan de kubuswoningen, denk aan het nieuwe station. Dus misschien krijgt dat wel een hele mooie plek op een creatieve manier in de nieuwe sleutel. Maar het is een ontwerpswedstrijd, dus ik laat dat lekker aan de creatieve geesten waar zij mee komen. Ongetwijfeld gaat daar iets heel moois uitkomen.